Lisa Pietersen. Hi Lisa, hallo, hoi, vertel eens. Nou, ik heb een wens. Ja, daarom zit je ook in het wensenvak. Ja, dat klopt. Nou, mijn wens is om omroepen van de moskee te zijn. Om omroepen? Een vrouw heeft een wens om omroepen van de moskee te zijn. Waar komt dat vandaan? Nou, vorig jaar zijn we naar Turkije geweest en liepen we altijd op de boulevard. En toen hoorden we altijd dat gegalm. Ik denk, nou, blijkt me we hebben namelijk Galiel. Galiel, dames en heren, geen applaus, hier is Galiel! Wat is jouw functie, Galiel? Ik treed wel eens op als gebedsoproeper. En wat houdt het dan in precies gebedsoproepen doen? Dan doe je een oproep tot het gebed, ja. naar de gelovigen toe. Ja. Waarbij je de gelovigen oproept naar de moskee toe te komen om het gebed uit te voeren. Het speelt zich allemaal af buiten de moskee? Het speelt zich af in de moskee. Het geluid komt uit een minaret. Ja. Dus wat jij hebt meegemaakt in Turkije, dat is het geluid wat je hoort uit een minaret. Het vindt zich plaats binnen de moskee. En het is de bedoeling dat men opgeroepen wordt en op de hoogte gehouden wordt van de tijd dat het gebed is aangebroken en dat men naar de moskee toe komt. Ja. Dat wil jij leren? Ja, dat lijkt me echt heel leuk. Ja. Leren in korte tijd? Ja, we kunnen het proberen. Doe eens een stukje voor, wat ga je haar dan leren? Allahu Akbar, Allah. Dat is een gedeelte van de oproep. Ja, heel leuk. Wat ga jij leren? Ja, leuk. Nee, ga lekker aan de zijkant oefenen. We zien elkaar zo meteen. Toen geef een applaus. Galiel en Lisa. Oké, laat de minaret maar komen, mensen. Oh. Ik heb een enorme infantiele voor je. Nog één keer alert. Dat ding moet omhoog. Ja. Dan moet ik even wat die minaret staan. Want ik... Oh. 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 Dit is gewoon de... Ah. Oh. Wacht, blijf jij hier staan of ga je eruit? Ik geef haar liever even de ruimte. Ja, geef even de ruimte. Okay. Ja, dan ga ik gewoon even in. Oh, gezellig. Ja, leuk meid. Even, moet je nog advies geven of niet, Galiel? Nee, ze doet het heel goed, denk ik. Oké, okay, hartstikke goed. Ga je gang. Ja. Dus moet je aan, hè? Ja. Hoe gaat het zo? Ja, moet je even een knopje drukken. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad al-Rura Rusalula. Ashhadu anna Muhammad al-Rusalula. Haya ala salam, haya ala salam, haya ala afala, haya ala afala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha ilaha. Goed. Dat is hartstikke goed. Weet je ook wel wat je gezegd hebt? Ja, wel een klein beetje. Wat heb je dan gezegd? Iets van God, de grootste of zo. Nou, ik weet het eigenlijk niet precies. Ja, wat heeft hij precies gezegd? Wat ze eigenlijk gezegd heeft is, je hebt Allahu Akbar, dat wordt 4 keer herhaald in het begin. Dat betekent God is de grootste.
En vervolgens wordt gezegd, Ashhadu an la ilaha illallah. Ik getuig dat er geen God is dan Allah. En dan wordt er gezegd, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dat wordt twee keer herhaald. Ik getuig dat Mohammed de boodschapper is. En dan wordt gezegd, Hayya ala salah. Dat wordt dan twee keer herhaald. Dat betekent, kom tot het gebed. En dan Hayya ala al-falah, kom tot het welslagen. Dat wordt dan twee keer herhaald. Dat hebben ze allemaal gezegd. Dat hebben ze allemaal gezegd. En dan de laatste twee zinnen. Allahu Akbar wordt dan gezegd. God is de grootste. En vervolgens de laatste zin. La ilaha illallah. Er is geen godheid dan God. Dat heeft ze allemaal gezegd. Allemaal. En allemaal dat in 35 seconden heeft ze dat gezegd. Hij heeft ze heel goed gedaan. Je hebt goed gedaan. Ontzettend leuk dat je gedaan hebt. Ja. En jij hebt bedankt. Dit mogen vrouwen normaal niet doen, hè? Nee. We krijgen geen last meer, dan noem ik even haar adres. Dan weten ze waar ze haar moeten vinden. Ah, nee, ze hoeft daar niet bang voor te zijn. Nee. Bier weg. Goed. Bedankt dat je wilde komen. Geef haar een applaus, Lisa. En ga Lila, laat dit hem even staan. Dankjewel.